De laatste tijd zijn er meer slangen waarneembaar in bewoonde gebieden. Behalve dat de aanhoudende neerslag daar een oorzaak van is, laat de milieuhygiëne ook te wensen over, waardoor de reptielen steeds meer deze plekken opzoeken. Het gevolg is dat men wel eens een slangenbeet kan oplopen. Rakesh Debisaroen is chef natuurbeheer, educatie en voorlichting van de afdeling natuurbeheer van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Hij vertelt hoe er het best gehandeld kan worden in geval van een slangenbeet. Elk slang heeft zijn eigen structuur, eigen manier van herkennen. De anaconda die kent men bijna allemaal. In Suriname hebben we de groene anaconda. Die is een beetje zwart, donkergroen met zwarte vlekken erop. Aan hun kop ga je zien een oranje streep van achter hun ogen naar achteren lopen. En die tapijtslang is bruin met wat vlekken. Meestal aan het eind van hun staart is het rood. En vandaar dat men ze ook red tail noemen. Nou, deze slangen zijn helemaal niet gevaarlijk. Met een soort van de labaria pas als je bijt, want die zijn gifslangen. Maar de andere twee slangen zijn niet echt gevaarlijk, als je ze met rust laat natuurlijk. De anaconda zijn wel slangen die groot kunnen worden, heel lang kunnen worden en zwaar. Grootte van 4 meter, zo kan je wel problemen geven. Maar normaal zit men gewoon de kleine slangen die hier en daar kruipen. Dus in principe hoeft men niet te vriezen voor die tweewurgslangen. Slangen zijn reptielen, dat wil zeggen hun lichaamstemperatuur is niet constant, net als ons bij mensen. En hun lichaamstemperatuur verandert van de omgeving, is afhankelijk van de omgeving. Dus wat regent, daalt de temperatuur ook. Dus slangen zijn dan op zoek naar warme gebieden, warme ruimtes, om zich eigenlijk de temperatuur van hun lichaam op te peppen, zodat ze weer op pad kunnen gaan verjagen en weer actief kunnen worden. Vandaar dat je ook in de media hoort dat men slangen heeft weggehaald uit de motorkap van de auto's en dergelijke. Maar dat komt puur door die hitte dat die slang daar naartoe getrokken is. Een andere reden is, door het regen is overal onder water. En slangen die eigenlijk op de grond leven, niet in water leven, die gaan natuurlijk hogere gebieden zoeken en droge gebieden zoeken om te gaan wonen. Een derde reden is ook, dat komt door onszelf mensen, onhygiënische situaties. Kijk, slangen eten ratten en muizen vooral, ratten en muizen. En waar mensen wonen heb je vervuiling. Je hebt voedingsresten hier en daar die gegooid worden, houtsoorten die gegooid worden. En dat zijn allemaal voeding en schuilplaatsen voor die ratten en muizen. En die slangen gaan sowieso op zoek naar voeding. En dan volgen ze ook de geuren van deze ratten en muizen. En dan komen ze ook in de buurt bij jou. Eigenlijk gebeten door de slang. Advies is eigenlijk zo rustig mogelijk zitten. En niet bewegen. De gebeten deel eigenlijk zo laag mogelijk van je hart hoog te houden. En de EHBO bellen. AZ is de enige, tot zover ik weet, AZ is de enige die antiserum heeft. Dus antigif, dat toegediend wordt aan mensen die gebieden zijn door gifslangen. Het is een heel angstig moment, maar het is tevens een medische spoedsituatie. Men moet zo snel mogelijk naar de spoedeisende hulp. Want wat gebeurt er met het lichaam op het moment dat men gebeten wordt? Met name een giftige slang. Het gaat je lichaam in. Het treft je zenuwen, je kan verlammingsverschijnselen krijgen. Het treft je spieren, het kan je ademhalingsspieren lam leggen. Je krijgt bloedklontes in je bloed, je krijgt trombosevorming. Los van de beet die ontzettend pijnlijk is, krijg je necrose. Je krijgt kleurverlies, je krijgt krachtverlies, functieverlies, infectiegevaar. Je krijgt enorme zwellingen. Je kan misselijk worden, je gaat braken. Dat zijn toch wel alarmbellen, hè? Zorg ervoor dat je huis of perceel droog en schoon is. Sluit de deuren en kieren. Ben je werkzaam buiten, draag dan werkhandschoenen, dichte schoenen, boots of laarzen. Voorkom dat men met slippers of met blote voeten bijvoorbeeld naar buiten gaat. Zeker in de ondergelopen gebieden. Voorbeeld, de meeste slangenbeten zijn meestal aan je hand en aan je voet. Meestal is het als je gebeten bent, u heeft het herkend. Ga van de ruimte weg. Als het in de kamer of zo, sluit de kamer op. Houd je het apart. Zit rustig. Bel de dichtstbijzijnde persoon die je kunt bellen. En probeer zo min mogelijk te bewegen. Hoe meer u beweegt, hoe sneller uw bloed gaat pompen door uw lichaam. Hoe sneller het gif gaat verspreiden. Er zijn een aantal dingen wat men absoluut dus niet meer moet doen. Dat wordt medisch ook voorgeschreven in het protocol. Het heeft geen zin meer om in te binden, hè, met een tourniquet of met een riem. Insnijden is niet meer aan de orde. Afkoelen en uitzuigen horen eigenlijk niet meer tot het protocol.
daar waar je gebeten bent, lokale behandeling heeft geen zin. Het zit al lang in je lichaam, het zit al lang in je bloed, het zit al lang in je spieren. Dus het heeft geen zin om dat soort behandelingen toe te passen. Waar je wel op moet letten is dat je eigenlijk geen inspanningen meer verricht. Hè, want dan gaat het hart sneller kloppen en dan gaat het gift nog sneller in het lichaam. Probeer het lichaamsdeel zo stil mogelijk te houden. Drink geen alcohol of warme dranken, want dat versnelt het proces eigenlijk. Nou, binnenlandbewoners, ze hebben jaren daar gewoond voordat er een ziekenhuis in Suriname was. En ze hebben het overleefd. Dus ze hebben hun traditionele medicijnen die ze gebruiken om het te verhelpen. Maar natuurlijk tegenwoordig heb je dan ook verschillende medische posten in het binnenland, waar men ook terecht kan. Waar, als ik goed heb, ook antiserums aanwezig zijn. Maar het feit dat ze jaren voordat ziekenhuizen bestond overleefd hebben en er zijn een aantal gevallen geweest en vroeger moest er ook gebeurd zijn. Ze hebben hun middelen om het te verhelpen. Of althans te kalmeren, te stoppen. Of te kalmeren totdat ze bij een ziekenhuis belanden ofzo. De Bushmaster, dat is onze giftigste slangsoort van Suriname. Eigenlijk, je kan zeggen, bijna heel Zuid-Amerika. En niet zo voor zomaar wordt hij Bushmaster genoemd. Dat is echt de master van het binnenland. En als je zo'n slang u bijt, dan heb je heel weinig tijd om te reageren. En er zijn de laatste gevallen, volgens mij als ik goed heb, 5 of 6 jaar terug, waarbij een kind in het binnenland gebeten was. Die was gewoon op weg van school naar huis. En onderweg was hij getrapt op zo'n slang, op een bushmaster. En dan was hij gebeten. En die was nooit thuis teruggekomen. Dus dorpselingen gingen op zoek naar hem. En die hebben die jongen gewoon langs het pad doodgevonden, aangetroffen. Dus dat is wel triest, maar zijn zaken die wel gebeuren. Maar het zijn heel minimaal, heel minimaal. Het zijn meestal in het binnenland, in een kustgebied en zo heb je heel minimaal. Slangen verschillen van soort tot soort. Bijvoorbeeld de anacondas die houden meer van watergebieden. De tapijtslangen houden meer van droge gebieden, meer hoog in de bomen. Labaria zijn meer onder de bladeren op de bodem. Dus het verschilt van slang tot slang. En ze kunnen overal voorkomen waar voeding is. Waar ze voeding hebben en zich veilig voelen, dan komen ze voor. Wij moeten ook rekening houden, als we kijken naar richting noord, wordt alle bos, ook mangrovebos, opgeruimd eigenlijk om woonwijken te bouwen. En dat is eigenlijk een woongebied geweest van die slangen. Als je openkapt, gaan die slangen nog daar blijven. Dus eigenlijk komen die slangen niet naar jou toe. U bent in het gebied van die slangen gegaan. Niet alleen van slangen, maar al de dieren die daar wonen. Dus u gaat sowieso bezoek krijgen van een van de diersoorten vroeg of laat. Dus daarmee moet men ook rekening houden.